Park Gangnam Style. Die robot wordt hier gebruikt als leermiddel. Daar hebben we een onderwijsrobot van gemaakt. Het is een leermiddel dat de leerkracht kan inzetten om zelf met leerlingen materiaal te maken of voor leerlingen materiaal te maken. In de klas zojuist hebben we een spel gedaan, een sorteerspel, een leerspel over geschiedenis bijvoorbeeld. Maar het kan ook over rekenen gaan, over taal, eigenlijk ieder schoolvak. Dit is de handtekening van Karel de Grote. Hij regeerde over een groot rijk en moest wetten en regels ondertekenen. Dat is mijn symbolieke. Zo is zijn handtekening bewaard gebleven. Hij is hier nu een jaar, dit is een van de partnerscholen van ons project. En die werken al een jaar met deze robots en leerlingen reageren er enorm enthousiast op en zien het echt als een soort vriendje.